Ik neem jullie mee naar een groot en prachtig eilandenrijk. Omstreeks 1900. Naar om precies te zijn, Java. Raden Ajeng Kartini, een jonge Javaanse vrouw, zucht. Mijn vrienden zeiden dat ik er verstandig aan zou doen, een jaar of 100 te slapen. En als ik wakker zou worden, dan zou het voor mij een goede tijd zijn. Voordat ik verder over Kartini vertel, wil ik graag in het kort de tijd van toen beschrijven. Het grote eilandenrijk Nederlands-Indië, dat nu Republiek Indonesië is, was eeuwenlang kolonie van Nederland. Aan het hoofd stond de gouverneur-generaal. Java, het voornaamste eiland, was onderverdeeld in residenties. Met aan het hoofd de resident. Die residenties die waren weer onderverdeeld in regentschappen. Met aan het hoofd de assistent-resident, een Nederlands ambtenaar, en naast hem de regent, veelal van adellijke afkomstig uit de bevolking. De regent die was als het ware de verbinding, het contact tussen het Nederlandse bestuur en de bevolking. Die gebukt ging onder het koloniale regime en soms ook onder de handelswijze van de regenten. Het was voor de regenten een eeuwig balanceren tussen het moederland Nederland en tussen de adat. De strenge en feodale regels en tradities die binnen de samenleving van kracht waren. Kartini die schreef haar brieven in een tijd dat voorzichtig werd begonnen met een andere politiek. De ethische politiek die meer aandacht had voor de bevolking, die beter was voor de bevolking. Meer educatie, meer scholing, opleiding. Er werd gesproken over ereschuld. In 1901 zei koningin Wilhelmina tot het parlement: de mindere welvaart der bevolking op Java trekt mijn bijzondere aandacht. Ik wens een onderzoek in te stellen. En in dat tijdbeeld schrijft een jonge Javaanse vrouw in de beslotenheid van haar kamer vele en lange brieven in het Nederlands, bijzonder in de taal van de kolonist. Noem mij maar Kartini, zo heet ik. Wij Javanen kennen geen achternamen. Kartini is mijn van- en voornaam tegelijk. Dit schrijft in mei 1899 Kartini, dochter van de regent van Djapara, naar Stella Zeehandelaar, een jonge zelfstandig werkende vrouw in Holland. Ze heeft een baan bij de telefoondienst in Den Haag en is actief feministe en socialist. Weet je, Stella, brieven spelen een grote rol in het leven van mijn zusjes en mij. Bijna alles hebben wij daaraan te danken. Zonder onze correspondentie zouden wij nooit zo ver gekomen zijn dat wij breken durven met tradities en gewoonten. Daar is zoveel moois en liefs en kostbaars door de post tot ons gekomen. Paarlen, edelstenen voor hoofd en hart. Men kan ons alles, veel ontnemen, maar niet mijn pen.
Het was augustus 1900. Cartini's vader ontvangt het echtpaar Abendanon. De heer Abendanon is directeur van het departement voor onderwijs. Hij zoekt naar mogelijkheden om het onderwijs voor de bevolking en met name voor meisjes uit te breiden. Het echtpaar zoekt medewerkers. Ze hebben vele verhalen gehoord van Cartini en haar zusjes. Cartini doet heel veel goed voor de houtsneewerkers van het dorpje Balakangungu. Via haar bestellen heel veel Nederlanders, Europeanen, de mooiste houtsneewerken. Kasten, dozen, kamerscherm in Jatti en Sono hout. En ze heeft ook gepubliceerd in een tijdschrift in eigen haard over het verloren plekje dat Japara heet. En dat ligt aan de noordkust van Midden-Java. Met een prachtig stil wit strand. In haar dagboek schrijft Cartini over de eerste kennismaking met de heer en mevrouw Abendanon. Klein Scheveningen, wat was je mooi die avond. Dat was een droom van mooi, een droom van geluk. En in die schitterende omgeving zaten wij met in ons midden mevrouw Abendanon. Zoudt gij voor de klasse willen staan? Les willen geven. Het was of plots de hemelpoort voor ons opensprong. Aan meisjes opvoeding, ontwikkeling te geven. Een goddelijk idee, mevrouw, maar laat daarnaast ook vakopleiding staan. Dat de meisjes opleiding krijgen, zelfstandig worden, onafhankelijk. Dat zou voor mij de verwezenlijking van een levensdroom zijn. Maar ik zal niet mogen. Wees maar flink en moedig. Vertrouw en hoop in de toekomst. Er moet een weg zijn voor u. Mijn man zal er met uw vader over corresponderen. En ik met u. U moet weg naar hier. Naar een plaats, een grote plaats waar je studeren kunt, waar je mensen kunt ontmoeten, superieure geesten. In de 4 jaar daarna zou Cartini 108 brieven naar het echtpaar Abendanon schrijven. De meeste naar mevrouw Abendanon. Ze waren nog maar net vertrokken, of Cartini schrijft al: zeer geachte mevrouw Abendanon, 21 jaar ben ik al, maar laat ik niet treuren over verloren jaren. Nog een heel jaar, nog een heel leven ligt voor ons. Jong ben ik nog, maar ik heb veel gehoord en gezien. Te veel zelfs misschien dat mijn hart deed in inkrimpen van pijn en me woest maakte om ingekankerde gewoonten die vrouwen en kinderen zijn ten vloek. Mag ik u een verhaal vertellen, mevrouw Abendanon? Ik durf het u te doen omdat u mij schreef: vertel en schrijf mij zo lang en zoveel als je kunt. En dan vertelt Cartini over haar leven. Ze vertelt over de Europese lagere school, waar ze graag op zat, en dat was niet gewoon voor meisjes in die tijd, en waar ze een Hollands vriendinnetje had.
Ze vertelt waarom ze tot haar grote verdriet op 12-jarige leeftijd van school af werd gehaald. Oud genoeg om binnen te blijven en te wachten totdat de man die God voor haar geschapen heeft, haar komt opeisen en meevoeren naar zijn woning. Meisjes moeten trouwen. Moeten een man toebehoren zonder te vragen hoe, wie, wat. En zij, die al door huppelde als een veulentje in de wei, moest nu kalm, bedaard, deftig zijn. In een van haar eerste brieven aan Stella Zeehandelaar schrijft Cartini: een jonge broertje of zusje mag mij niet voorbij gaan of moet dit over de grond kruipende doen. Zit een jonge zusje op een stoel en passeer ik haar, dan moet zij zich op de grond neerglijden en met gebogen hoofd wachten tot ik ver uit het gezicht ben. Mijn jongere broertjes en zusjes mogen geen jij en je tegen me zeggen. En na elke volzin moeten ze voor mij een samba maken. Cartini vertelt hoe ze 4 jaar lang opgesloten leefde. Hoe ze in opstand kwam tegen de regels. Tegen een oudere broer die ze moest gehoorzamen en die haar vernederde. Hij zou en moest het kleine onderkruipsel wel klein krijgen. Jongeren moeten ouderen gehoorzamen, werd haar voor gepredikt. En meisjes moeten vooral oudere broers gehoorzamen. Maar Cartini zag niet in waarom ze dat moest doen. En ze voelde zich alleen en verlaten. Ik ging mijn gevangenis in, tussen 4 dikke muren. Hoe ik die tijd doorkwam, ik weet het niet. Het was verschrikkelijk. Vier jaren waren voorbij gegaan. En Cartini leerde 2 van haar zusjes, die tot dusverre vreemden voor haar geweest waren, kennen, Rukmini en Cardina. Hun oudste zus trouwde en Cartini was dus nu de oudste zus. En hier begint nu het eigenlijke verhaal van de 3 zusjes. Het verhaal van het klaverblad. 3 blaadjes aan 1 steel. 3 harten en hoofden in alles 1. Weg gedragsregels, weg domme etiketten. Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. En tot een grote verbazing en verrassing van de zusjes mogen ze met hun ouders een tegenbezoek aan de heer en mevrouw Abendanon brengen. Ze voelen zich als in een paradijs. Maar thuisgekomen wacht hen een teleurstelling. Liefste mevrouw Abendanon, de droom is voorbij. Tot de werkelijkheid zijn we weer teruggekomen, ruw, schokkend. Vreemd. Na onze thuiskomst kwamen hier zekere personen, verre familie, en waarover gepraat werd, waarover onderhandeld werd, kon ik wel raden aan mama's blij gezicht dat een van ons uitgehuwelijkd zou worden. Een schitterende partij, jong, opvolger van zijn vader als regent, wat wil men nog meer? Dat meneer getrouwd is en vrouw en kinderen heeft, doet er niets toe.
Vraag mij alles. Alleen dit niet, dat ik trouw. Ik wil het niet, ik doe het niet, ik kan het niet. Wat er van mij worden moet, weet ik niet. Maar een raden ajoe, zijn raden ajoe, nooit. Nooit. Een tijd geleden gaf ik voor de zoveelste maal te kennen dat niets vuriger door mij wordt verlangd dan te mogen drijven op eigen wieken, zelfstandig te zijn. Maar er is nog niemand bij ons die dat doet, zei mama. Dan wordt het tijd dat iemand het eens doet. Ik weet, de weg die ik wens op te gaan, is moeilijk. Vol stenen, hij is glibberig, hobbelig. Niemand heeft die weg nog gelopen. Goede tijding. Goed bericht, mijn liefste mevrouw. Ik mag voor onderwijzeres studeren. Ik mag weer in de klas gaan zitten om er later voor te gaan staan. Ik heb met vader gesproken, hem verteld wat u mij vroeg toen u hier was. En vader vond het uitstekend. Hij vond het prachtig. De toestemming is volledig. Ook voor mijn zusjes, Rukmini en Cardina. Het enige wat vader wil, is dat wij over dit alles niet zeggen. We moeten het geheim houden. Ik ben zo gelukkig. Als ik u niet had ontmoet, wat zou er dan van mij geworden zijn? Ik voel zo uit alles uw wil, uw groot verlangen mij te helpen op mijn lang niet eenvoudige levenspad. Dat groot vertrouwen geeft u recht op mijn vertrouwen. Nooit heb ik het iemand verteld, mevrouw. Ik heb de hel van nabij gekend. Ik heb erin geleefd. Ik heb zien lijden en zelf geleden om het leed van mijn moeder en omdat ik ben haar kind. En dan vertelt Cardini over haar twee moeders. De raden ajoe, afkomstig uit het geschorsten geslacht Madura, en haar eigen moeder, dochter van een godsdienstleraar en dus niet van adel. Bijvrouw slechts, dienstbode. Deze dienstbode, Cardini's eigen moeder, schenkt haar echtgenoot 5 zonen en 3 dochters. De raden ajoe daarentegen slechts 3 dochters. Nederlandse gasten die de meisjes en de jongens te zien krijgen, die denken dat er maar 1 moeder is, de raden ajoe. De relatie van de moeders met Cardini is er een van liefde, onbegrip voor haar liberale geest en van jaloezie. Cardini probeert met beide moeders goed om te gaan. Ik begreep toen al wat mama de raden ajoe is opgelegd, is het bovenmenselijke. 8 stiefkinderen groot te brengen naast haar 3 eigen dochters, terwijl zij dag aan dag
hun moeder, mijn moeder, naast zich moest dulden. En mijn eigen moeder wist, toen ze mijn vader uit liefde volgde, dat ze eens een meesteres zou krijgen. Arme, arme moeder, arme, arme mama. Zij denkt ons nog steeds als schitterende Raden Ajoes. Iemand die niet trouwt, is geen mens. Maar wij mogen studeren. De nieuwe eeuw die belooft ons grote gebeurtenissen. Liefste mevrouw, er gaat iets vreselijks gebeuren. U herinnert zich nog wel die man met kinderen. Wel nu, dat cadeautje is niet voor mij bestemd, is nooit voor mij bestemd geweest, maar voor Gardina, kleintje. Zo even kwam mama vertellen dat het huwelijk al gauw zou plaatsvinden. De jobstijding bracht Gardina aan de rand van het graf. Ze wil liever sterven dan met die man te trouwen. Vader, we hebben u zo onuitsprekelijk lief. Zo groot vertrouwd. Iedereen luistert altijd maar naar de opinie van de wereld. Waarom luisteren naar de stemmen van buiten? Soms dan jeuken mijn vingers zo om de gedachten die ik heb niet alleen maar op te schrijven, maar ook om ze anderen in hun gezicht te slingeren. Maanden van ziekte en strijd gaan voorbij. De zusjes houden elkaar staande, troosten zich met zee, strand, muziek. Naar buiten toe, ook in haar brieven, komt Cartini beheerst over. Niemand ziet haar werkelijke gevoelens. We zijn als de bergen van Java. Kalm en rustig van buiten. Maar van binnen gloeit de lava. Bestellingen worden nauwgezet uitgevoerd. En bijna een jaar later schrijft Cartini. Hoe maakt u allen het, liefste? 1 augustus, de verjaardag van mijn lieve goede vriendin. Hartelijk geluk. Als klein cadeautje zenden wij u een thuisgemaakte sarong. Draag het dicht om u. Misschien mag u het geurtje wel niet wat er aan zit, maar ja, wij wilden het typisch Javaans hebben. En ja, wierook en bloemen horen nu eenmaal bij alles en alles. Dat bloed. Javaanse bloed dat warm door onze aderen stroomt, zal altijd in ons blijven, al zijn we nog zo doortrokken van Europese gedachten en gevoelens. Ik heb mama alles gezegd, alles wat ik op het hart heb, en ik dacht voortdurend aan uw woorden zacht zijn. Mama's grootste illusie is en blijft dat wij trouwen. Mens worden. En het hoge woord kwam eruit. Als ik er niet was, dan zouden de zusjes niet zo zijn. Ik heb geen hart. Ik ben liefdeloos.
Ik moest niet vergeten dat ik een Javaan ben en geen Europeaan. Ik heb 3 dingen van de Europeanen geleerd. En dat is liefde, medelijden en het begrip recht. En daarnaar wil ik leven. Het is gebeurd. Ons arme zusje heeft het opgegeven. De huwelijksdag is bepaald, 24 januari. Arme lieveling. Ze wist niet eens hoe hij heette. We hebben zijn naam in de regeringsalmanak opgezocht. Radenmas Rexo Hargiono. Ze is zo even bij me geweest. Viel me om de hals. Of ik nog altijd van haar houden wil. Wij moeten iedereen verbazen met een voorbeeld dat spreekt en tot navolgen dwingt. Zo zullen we onze lieveling het beste wreken. We moeten uitzoeken hoe wij het beste kunnen studeren in Holland. Al is de resident daarop tegen en zal hij niet ons daarvoor toestemming geven. Wij hopen daar in Holland alleen maar te vinden wat wij nodig hebben voor ons doel. Kennis, ontwikkeling. Vergeef me mevrouw, we verwachten niet dat de Europese wereld ons gelukkig zal maken. Wat wij hier van Hollanders hebben gezien. We zullen er vast op rekenen in hun klein koud land. Veel te zullen ervaren dat ons gevoelsmensen kwetst en pijn doet. Vader heeft me gezegd, Neil, denk niet dat er veel Europeanen zijn die werkelijk van je houden. Er zijn er maar enkelen. We verwachten hier van niemand meer de minste hulp. We moeten onze eigen helper zijn. We moeten doorzetten, volhouden. En zij zullen erin berusten en zeggen, het is tekdier voor de schip. Liefste mevrouw, wat was ik blij gisteren een brief van u te ontvangen. Oh, wat zouden wij niet dolgraag de tentoonstelling van Oost en West willen zien. Met innige belangstelling lezen wij de couranten iedere dag. Verrukkelijk vind ik het dat het houtsnijwerk van Djapara zo de belangstelling trekt. We zijn zo graag trots op ons volk, zo weinig gekend en zoveel miskend. Wilt u een paar maanden met mij teruggaan in mijn leven? Weet u dat de heer van Kool, lid van de Tweede Kamer, een studiereis maakt door Java? De heer van Kool nu heeft vader een bezoek gebracht. Maar Rukmini en ik hebben hem ook gesproken. Hij heeft sympathie voor onze ideeën en plannen en beloofde ons zijn hulp. Stella, Stella, kon ik je naast me toveren? Heel even maar.
De aarde zou te klein zijn voor mijn geluk. Mijn liefste mevrouw, dadelijk heb vader over ons gesprek met de heer Van Kool verteld. En vader zei niets, maar bracht een paar dagen later een courant met een artikel over de reis van de heer Van Kool en over ons plan om naar Holland te gaan. Onze plannen zijn publiek, openbaar en niet meer geheim. In Holland zal de heer Van Kool, de minister, over ons spreken. We waren zo kalm en gerust toen wij de heer Van Kool spraken, dat het natuurlijk niet gaat om een heel volk ineens op te voeden, maar dat om te beginnen de moeders moesten worden opgevoed. Van de vrouw ontvangt de mens immers zijn allereerste opvoeding. Aan haar schoot leert het kind voelen, denken, spreken. Ik begrijp nu ik volwassen ben, waarom de man zo egoïstisch is. Van jongs af aan wordt hem geleerd de vrouw als een lager wezen te beschouwen. Mijn moeders en tantes heb ik zo vaak bij een geboorte horen zeggen, het is maar een meisje. Hooggeachte heer Abendanon, zo even lazen wij in de Koran dat u morgen via Kediri de Surabaya komt. U bent dus in onze buurt. We zouden er zo'n sakethati, zo'n hartepijn over hebben als we u niet kunnen ontmoeten. Ik heb zo'n berg vragen te doen. De minister heeft bij hoge uitzondering subsidie toegestaan voor opleiding in Holland. U zult het Kamerverslag wel gelezen hebben. Meneer Van Kool meent dat onze kansen zeer goed staan. Hooggeachte heer Abedanon, lang heb ik op het papier zitten turen zonder dat ik kon schrijven. Ik heb de hele nacht aan uw woorden gedacht. Zo hadden wij het nog niet gezien. Dat naar Holland gaan gevaarlijk zou zijn voor onze plannen. Onze vrienden zouden maar al te graag de praatjes verbreiden, roddelen, dat wij geheel Belanda's, Westers geworden zouden zijn. En ouders zouden hun kinderen niet meer bij ons op les doen. Het publiek mag nooit weten, Stella, wat wij bestrijden, de polygamie. Weet men dit, dan zal geen mens ons zijn kind ter opvoeding willen geven. Achteraf gezien, heer Abendanon, is het toch wel goed geweest dat wij eerst absoluut naar Holland wilden. Nu zijn onze ouders blij met de opvoeding, met onze opleiding, dichterbij in Batavia. En ze hebben helemaal geen bezwaren tegen onze nieuwe plannen om alvast een schooltje te openen. Wij beginnen iets te begrijpen van wat het woord geduld in zich houdt. Hervorming, verandering,
is de vrucht van tijden. Iets heel anders, eervols. Ik ga een nota schrijven. De minister wil voorlichting over de toestand op Java. Ik moet een lijstje met heel belangrijke vragen beantwoorden. En de laatste vraag is verrukkelijk. Op welke wijze kan het beste begonnen worden met de ontwikkeling van de Javaanse vrouw van hoge of lage stand, zonder in strijd te komen met de zeden en de gewoonten van het land? Mijn liefste mevrouw Abatano, laat ik u nu vertellen dat ik weer beter ben. Al lig ik nog lui op de lange stoel, ik ben heel ziek geweest, heb van alles gehad en heel veel, mazelen, waterpokken. Er gebeurt ramp. Mijn Gethsemane komt. Rukmini zal u erover schrijven, mij is het verboden. Nu wil ik aan niks meer denken. Ik wil ademen in bloemengeuren en baden in zonneschijn. We zijn ons schooltje begonnen. Het schooltje telt al 7 leerlingen en iedere dag komen er nieuwe aanvragen. Wij onderwijzen de kinderen zoals wij denken dat Javaanse kinderen graag onderwezen worden. Excuus voor mijn afschuwelijke schrift. Beter kan ik niet. Een paar dagen later gaat Kartini in op wat ze haar Gethsemane noemt. Vertrouwelijk. Mijn lieve, trouwe vrienden, ik heb met schrijven gewacht tot mijn gemoed kalm is geworden. Kent u mijn vernedering? De tegenstand is te groot. Er wordt veel en gemeen over ons gepraat. Ik kan vaders noodlot niet zijn en daarmee rampspoed brengen over alle die ik lief heb. Kent u mijn grote vernedering? Ik, verloofde van de regent van Rumbang, een weduwnaar met 6 kinderen en 3 vrouwen. Meer hoef ik u er niet over te vertellen wel. Maar ik heb een voorwaarde gesteld, mijn eisen. Ik mag door blijven studeren, examen doen en een schooltje openen. Ik mag al het werk blijven doen dat ik hier met liefde verricht. En wat nu te vertellen van hem, de regent van Rumbang. Als ik geloven moet wat er van hem gezegd wordt, dan moet hij een gouden hart hebben aan keur door. En als ambtenaar moet hij heel goed zijn. We hebben elkaar van ons leven nog nooit gezien, wel veel van elkaar gehoord. Het verschil in leeftijd is groot, zo'n 17, 16 jaar. Ik kan mij de toekomst zonder Rukmini niet voorstellen. Als ik daaraan denk, dan blijven mijn ogen de ganse nacht strak open.
Rembrandt, 11 december 1903. Mijn liefste, beste vrienden, of ik niet weet hoe jullie uitkijken naar mijn eerste brief uit mijn nieuwe thuis. Een thuis waar ik het God lof in alle opzichten goed en lief heb, waar wij allen met en door elkaar gelukkig zijn. Ik zegen de dag waarop ik mijn hand gelegd heb in die van hem. Ik heb hem leren lief hebben in de korte tijd dat wij hier dag en nacht bij elkaar zijn. Ik heb in hem een uitnemende leider en raadman gevonden voor al het werk dat ik hier wil doen. In januari hopen wij ook hier een school te openen. Wij hebben grote plannen samen. Ik schrijf dit 5 uur in de ochtend en tot zover, lieve. Als ik deze brief niet gauw eindig, dan blijft hij weer liggen en dan moet u zo lang wachten. Mijn liefste, hoe heb ik u niet slecht behandeld? 2 brieven van u wachten, maanden al op antwoord. Oh, dat ik nu mijn armen om uw hals kon slaan. Ik zou u vertellen van mijn heerlijk geluk, van ons groot geheim. Kunt u het zich voorstellen? Ik, aanstaande moeder. Mijn dagen verdeel ik tussen mijn beste man, mijn huishouden en mijn kinderen, eigen en aangenomen. En zondag is ons vrije dag. Mijn man laat dan gamelanmuziek horen waarbij gezongen wordt. Van die gamelanmuziek word ik verdrietig. Zij voert mij terug naar tijden waaraan ik niet meer denken mag. Stella, ik kan de Ginonvin niet horen zonder diep ontroerd te zijn. Ik wil dat zwaarmoedige lied niet horen. En toch, ik moet luisteren naar die murmelende stemmen die vertellen van het verleden, van de toekomst. Ik ril als ik daar sombere, donkere figuren zie oprijzen. Liggende, mijn kinderen lesgeven is alles wat ik doe. Ik moet zoveel aan u denken, lieve mevrouw Abedanon, vooral in de laatste tijd. Mijn man heeft zo'n respect voor u en uw echtgenoot, dat hij wenste dat er meer van zulke mensen in Indië waren. Wat zou dat een zegen zijn? Er is zoveel onrecht. Het uitzet voor onze baby is bijna klaar. In de logeerkamer staat het houten bedje. Een lelijk ding, maar mij oneindig lief omdat wij allemaal daarin gelegen hebben. Wie zal daar over een paar weken in liggen? Een jongen? Een meisje? Als het een dochtertje is, zal ik haar dubbel lief hebben, omdat iedereen hier naar een jongen verlangt. Wat ik voor haar zal wensen, dat zij een leven mag
leven rijk en vol. En dat wat zij doet, dat zij dat uit vrije wil doet. Nu Moeske, nu eindig ik deze brief. Dag lieve Kalong. Ja, misschien is dit mijn laatste brief. Groet meneer hartelijk. En u sluit ik vast aan mijn hart. Met uw eigen Kartini. Kringel. Vogeltje. Zoals mijn vader me heel vaak noemt. P.S. Ik zou zo graag een stel zilveren kabaya-spelden met wajangs willen hebben, zoals u mij laatst liet zien. Waar kan ik die krijgen? Bij de Vereniging van Oost en West? Rembang, 25 september 1904. Hooggeachte heer directeur. Gisteren ontving ik uw brief. Heel dankbaar ben ik voor de wensen en ook voor de vriendelijke woorden over mijn gestorven vrouw. 13 september, 9:30, is ons zoontje geboren. De bevalling verliep moeilijk. Dat de Raden Ayu zich heel moe voelde, is te begrijpen. Behalve spanning van de buik mankeerde de Raden Ayu niets. 4 dagen daarna kwam dokter Van Ravenstein weer hier. Hij zei dat die spanning het gevolg was van verwondingen. Hij gaf de Raden Ayu medicijn in, maar een half uurtje daarna nam de spanning toe en kort daarop stierf zij zacht en kalm in mijn armen. 5 minuten voor haar dood was zij nog bij haar bewustzijn. Hoe diep geschokt ik toen was en wat ik gevoelde, is niet met woorden te beschrijven. Ik ben 10 maanden met haar zo gelukkig geweest. In haar denken en manier van leven was zij een en al lief. Udina Joyo Adininga. Na zijn pensionering verzamelde de heer Abendanon Kartini's brieven en bracht een brievenboek uit. Het boek Door duisternis tot licht, gedachten over en voor het Javaanse volk van Raden Ajeng Kartini. De opbrengst was bestemd voor Kartini-scholen. Het geld stroomde binnen en er werden vele Kartini-scholen opgericht en vele generaties meisjes kregen daar een opleiding. Stella, Kartini's penvriendin, was heel verdrietig. Ze had zo gehoopt dat ze Kartini ooit zou ontmoeten in Holland. Stella bewonderde haar prachtige en beeldende taalgebruik. Zoals Kartini het strand beschreef die avond toen ze mevrouw Abendanon voor het eerst ontmoette. Ik zie weer voor me dat heerlijke, mooie, fantastische strand, verlicht door het zilveren licht van de bleekgouden maan, die zich miljarden malen weerspiegelde in het onafzienbare, zich altijd bewegende zoute nacht. Eén oneindige de schittering van levend zilver en goud. Dat was een droom van mooi, een droom van
geluk. Ten volle mens te worden, zonder ophouden, ten volle vrouw te zijn.